Yo gasten, Gameboys hier, welkom allemaal bij een nieuwe Brawl Star minigame video. Vandaag een keertje een minigame wat ik nog nooit eerder heb gedaan. Want het is namelijk een idee van Floris. Die had dit achtergelaten in de comments onder een van de vorige video's. In ieder geval, waar de comment op neerkwam, is een minigame met de beer van Nita. Dan eigenlijk tikketje met de beer van Nita. Ik vond het echt een geniaal idee. Dus dat is wat we vandaag gaan doen. We zijn met allemaal mensen die al klaar zijn. Dus in principe kunnen we al beginnen. En al spelend zou ik het ook wel wat gaan uitleggen. Hiervoor hadden we trouwens al een testpotje gedaan en die ging niet heel goed. Toen hadden we twee Nita's die dan met de beer gingen tikketje doen, zeg maar. Maar die beren gingen de hele tijd naar elkaar toe, waardoor ze zeg maar elkaar kilden en dat schiet niet op. Dus we doen het nu iets anders. Ik ben als enige Nita en ik moet gewoon proberen een andere te gaan tikken met mijn beer. Ik ben erg benieuwd of dat gaat lukken, maar daar gaan we achter komen. Maar als jullie trouwens zin hebben in deze minigame, smash allemaal dat duimpje omhoog. Zouden we de 10.000 likes kunnen halen? Het is waarschijnlijk veel te veel, maar het zou heel nice zijn als het gaat lukken. En vergeet natuurlijk niet te abonneren. En om dat belletje te drukken, blijf je op de hoogte van al mijn Brawl Star video's. Maar we zijn bijna klaar iedereen. Ja, we zijn nu klaar. We gaan het gewoon een beetje al spelend uitleggen. Het is eigenlijk vrij simpel. Ik ben Nita en ik moet eerst even zorgen dat ik mijn super ga krijgen op een van de Rosa's. En Rosa's mogen trouwens een gadget inzetten. Het heeft niet echt toegevoegde waarde, maar is wel even leuk. Ik moet hier even mijn super opladen. Ja, top, top, top. Oké, thanks. Oké, dan kunnen we nu gaan beginnen. Ik ga dus zo meteen mijn beer neerzetten. Ik ga hem hier zo neergooien. Ik zet hier mijn beer neer en dan gaan we nu in de aanval. De beer gaat dus automatisch achter Rosa's aan. En hier helemaal in die bosjes. Jongen, die hebben geen idee waar ze heen gaan. Oké, ik kan mijn gadget inzetten, maar Wilco is nu af. Die gadget was nu trouwens niet eens zo heel handig. Maar we hebben dus nu één iemand gekild. Oh, 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 waar zitten ze? Als ze slim zijn, gaan ze niet in het midden in de bosjes lopen. Want dan zie je die beer niet aankomen. Oh, daar is iemand. Oh, ik heb trouwens nog één gadget. Ik heb nog één gadget. We kunnen hier trouwens even meelopen. Het enige wat die Rosa's trouwens mogen doen, is bosjes plaatsen. Eigenlijk is dat het enige. En het enige wat ik als Nita mag doen, is ook mijn gadget inzetten. Maar ik ben zo benieuwd of ik nog iemand kan hitten. Hij moet zo meteen de bosjes weer ingaan. Hallo! Hallo! We kunnen hier misschien een hit doen. Oké, okay, daar komt hij, daar komt hij. Daar komt de beer, daar komt de beer. Ja! Oh, 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 oh! Wij zitten hier. Sowieso dat hier iemand zit. Sowieso. Ja, 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 ja. Noob Games is af. Oké, okay, die laat zich nu gewoon doodgaan door de beer. Op het moment dat je één keer bent gehit, ben je af. Dus dan ben je gewoon heel erg in je nadeel. Ik denk dat we zo meteen nog wel weer een Nita gaan tegenkomen. Oh, daar waren een paar met elkaar aan het vechten. Oh, wat doen ze? Oh, ze zijn super aan elkaar. Ja, ja, ja. JK YouTube is nu af. Oh, die is dus inderdaad af. Hij loopt ook het gif in. Maar hij is al dood. De beer die loopt daar ondertussen. Ik had trouwens zo meteen nog een nieuwe super inzetten. Maar ik ben benieuwd waar de beer nu heen gaat lopen. Hij loopt dus rechtstreeks op Rosa's af. Maar nu is het ook gewoon pure luck hebben voor die Rosa's. Het is zo'n rare minigame, want je hebt gewoon een beer die rondjes loopt. Die Rosa's, waar zit... Ja, 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 daar is iemand af. Ik denk dat mijn beer nu ook doodgaat. Denk ik, hij blijft nog wel levend. Of niet? Ja, hij blijft nog leven. Dus dan hoef ik nog geen nieuwe beer in te zetten. Ik ben benieuwd wie die gaat pakken. Zou ik mijn gadget... Oh, ja, ja, ja. Kaasbol heeft hij gepakt. Jalte heeft hij gepakt. Dus Kaasbol en Jalte, die zijn nu af. Ik zet mijn gadget in. Ja, ik had Phoenix. Die had ik op Phoenix. Die had ik hit. Lol. Dus die is momenteel af. Dat betekent... Ik zal even een nieuwe super inzetten. Zo, een nieuwe zet ik hierin. Oh, dat betekent dat Shadows en Blast nog over zijn. Degene die als eerst wordt gehit door mijn beer is af. Maar misschien dat mijn beer ook doodgaat. Ik heb geen idee. Shadows, ze leven allebei nog. Ze leven allebei nog. Blast heeft gewonnen, want die was als laatste over. Wat een rare minigame is dit. Maar ik vond het wel geniaal. Laat mij even weten in de comments wat jullie hiervan vinden. Maar Blast heeft gewonnen, dus die mag als volgende niet aanwezen. Oké, okay, let's go. Ik ben dus nu een Rosa. En ik moet zorgen dat ik niet gehit ga worden door de beer. Ik vind het wel geniaal. En trouwens, Shadows had ook echt een heel goed idee. Want we hadden het er eventjes over. Wat je misschien nog meer kon doen. Maar in ieder geval, je hebt natuurlijk ook Tara. Die ook een soort van projectiel heeft. Die achter mensen aangaat op het moment dat ze haar super inzet. En daarmee kunnen we zo meteen ook een potje gaan doen. Dus dat gaan we doen. Blast moet even wat de hits doen. Zodat hij in ieder geval zijn super kan krijgen. Hij heeft zijn super. Hij heeft zijn super. Oké, okay, dan ga ik hier nu wegwezen. Ik ga aan de zijkant lopen. Ik ga aan de zijkant lopen. Ik wil nu eventjes niet in het midden lopen. Het enige nadeel is natuurlijk, als je in het midden loopt, ja, dan zie je die beer niet aankomen. Hier zie je de beer wel aankomen.
Geen idee waar die beer momenteel is. Wow, yo, we zijn hier met zoveel Rosa's tegelijk. Maar dat padje hierna gaan we dus doen met de Super Fantara. En die beweegt veel sneller als die beer. Dus dat gaat eigenlijk een nadeel worden. Oh, daar is de beer. Oh, daar was al iemand gehit. Ik weet niet wie was gehit. Maar ja. Phoenix. Oh, Jelt is nu ook gehit. Dat betekent dat die twee al af zijn. Maar ik denk dat met de Tara Super wordt het nog veel moeilijker. Maar dan hebben we ook een knokker nodig. Zeg maar, die eigenlijk wat sneller beweegt. Misschien dat we dan met eventueel... Welke knokken zou dan handig zijn? Misschien Bibi of zo, dat we daarmee kunnen gaan spelen. Maar eerst even dit potje afmaken. Want we willen natuurlijk winnen. Oké, Blas heeft nu iemand gekild. Ja, volgens mij... Ja, nu zijn de twee die net gehit waren af. Waar is die beer? Loopt er nog wel een beer? Want ik zie helemaal niks. Ja, er loopt nog een beer. Oké, Wilco is af. Hallo, Blas! Oké, zo meteen. Hij loopt daar nu naar rechtsboven. Volgens mij ging daar iemand het gif in. Ja, dat zorgt er wel voor dat die beer ook minder levens heeft. Zat hij achter Kaasbol aan? Ik heb geen idee waar de beer nu is. Oké, nu wordt het wel echt spannend. Oké, die beer is daar rechts... Ja, die is daar bovenin. Dus ik moet hier eventjes naar onder lopen. Ik heb geen idee waar die beer nu is. Nou, ik moet hier wel wegwezen, want mocht hij... Help! Oké, ja, dankjewel. Oh, daar ging ik bijna op. Oké, hij heeft me nog niet gehit. Ik vind het echt een geniale minigame. Die beer, is de beer nu dood? Hij gooit een nieuwe beer. Oké, er komt een nieuwe beer aan. Ik weet alleen niet via welke kant hij loopt. Ik denk via onder. Ja, inderdaad, hij loopt via onder. Dat dacht ik al. Oké, dat betekent dat Noob Games ook dood is. En hij komt nu via rechts, denk ik. Ja. Ah, help! Oh nee, shit! Ah, shit, ik ben zelf dood gegaan. Oké, dit was echt stop. Oké, dat betekent dat JK YouTube of Shadows nu als laat. In ieder geval, het was wel echt een spannend potje. Ik vond het geniaal. Ik zal het even overleggen, maar dan doen we even trouwens een andere map voor Tara. Dat gaan we nu even doen. Dit is echt best wel een leuke minigame op deze manier met Ticketje. Doe even deze map. Ja, dan doen we het op die manier. Oké, voor het volgende potje heb ik een nieuwe map geselecteerd. Dat is deze map. En we spelen dus met Bibi en Tara. De Super van Tara die achter je aanrent. Ik ben erg benieuwd hoe dit gaat. Want die Super van Tara die redt ook heel snel. En je mag dus niet hitten. We gaan erachter komen hoe dit gaat spelen. Oké, let's go. Nieuw potje, nieuwe kans. Ik zal meteen even naar het midden rennen. Want hij moet natuurlijk wel zijn super krijgen. Waar is Tara? Hallo, JK YouTube. Die moet even zijn super krijgen. Doe maar even een hit. Ja, nu heeft hij zijn super wel. Oké, en nu moeten we wegwezen. We lopen zo snel. Man. Ik vind het heel geniaal. Heeft hij zijn super nou al ingezet? Waar is die? Waar loopt hij heen? Ik heb geen idee. Die JK YouTube loopt hij wel, maar waar is de super? Waar is de super? Oh, daar is de super. Lol, ik denk, zouden we nu sneller lopen dan die super? Ik denk het eigenlijk wel. Of loopt die super nou sneller? Oh nee, die super loopt nog steeds sneller volgens mij. Wordt Noob Games nou zo meteen hit? Hij is alleen achter Noob Games aan. Volgens mij gaat hij nu zo meteen wel gehit worden. Denk ik. Even kijken. Ja. Oh nee. Of gaat ze super nu dood? Nee. Wow, yo. Die Noob Games die is gewoon al vet lang op deze manier bezig. Hij overleeft het nog steeds. Dit is echt niet normaal. Wat? Dit is zo'n rare minigame. Misschien moeten we trouwens zo meteen een knokker selecteren die iets trager is. Want nu is die knokker... In ieder geval, die super is even snel als Bibi. Dus je kan eigenlijk oneindig lang rondjes rennen. Eigenlijk is dat helemaal niet leuk. Oké, maar weet je wat? Ik zie jullie zo meteen wel weer. En ik denk dat we hierna dan even een andere knokker selecteren. Oh, hij heeft nu even een nieuwe super neergezet. Oh, dat is eigenlijk helemaal niet chill. Want dat betekent dat hij nu achter mij aan zit. Ik ga proberen hem naar iemand anders te laten lokken. Even kijken of dat gaat lukken. Even kijken, dan moet ik hier nu heen. Gaat dat lukken? Nee, dat gaat tot nu toe nog niet lukken. Ah! Help! Ik denk dat het op het eind wat echt gaat gebeuren dat mensen gehit gaan worden. Ja, we moeten een slomere knokken selecteren, anders gaat het niet werken. Oké, ik ga even hier langs. Oh, yo! Nee! Oh, Shadows is gehit. Ja, Shadows is gehit. Hij heeft ook eigenlijk zelfmoord gepleegd. Oké. Dat is echt niet normaal. Je moet even een paar hits doen, want hij moet super krijgen. We moeten hierna even een andere knok selecteren. Dit werkt niet. Laat mezelf even doodgaan en dan doen we andere knokken. Oké, voor het volgende potje doen we het iets anders. Iedereen is bijna redding, nog niet helemaal. Maar in plaats Bibi zijn we nu Leon. En Leon is ook snelle knokken, maar niet zo snel als Bibi. En we mogen één keer een gadget inzetten. Iedereen heeft dus één leven met Leon die mag gebruiken. JK moet eerst even
even zijn super ophalen. Dus ik zal mezelf eventjes laten hitten. Top, dan kan hij zo even zijn super gebruiken. Heeft hij nu al zijn super? Hij moet me niet nog een keer hitten. Ja, dan komen al andere hulptroepjes. Top, hij heeft nu zijn super. Dus dan mag hij nu inzetten. En als Leon zijn, dan zijn we natuurlijk iets minder snel. Oké, daar komt hij al. Oké, wegwezen, wegwezen, wegwezen. Nu is die super van Tara veel sneller dan wat wij zijn. Dus nu ben je wel gefukt. En je mag dus één keer een gadget inzetten. Dus je hebt als het ware één leven. Jelte is al af. Jelte is af. Oké, dus die moet zichzelf dood laten gaan. Dat gaat al een stuk sneller dan het vorige potje. Ik denk dat dit inderdaad beter is. Oh, hij gaat achter Kaasbol aan. Oh, hij mag niet hitten. Kaasbol die hit voor ongeluk. Oké, dat is één hit. Maar ik denk dat hij nu alsnog achter Kaasbol aan gaat. Dat was eigenlijk een foutje van Kaasbol, want dat mocht officieel niet. Ja, gaat hij nu hitten? Gaat hij nu hitten? Hij gaat nu niet achter Kaasbol aan. Oh, ja, Kaasbol is af. Kaasbol is af. Oké. Kaasbol moet zichzelf laten afgaan. Wat doet hij? Oh, JK moet nieuwe super halen. Dan moet je natuurlijk wel even opletten. Nee. Je mag hem pakken. Je moet even super halen op mij. Zodat je in ieder geval je weer een super kan inzetten. Want hij heeft helemaal geen super meer. Ja, nog één hit. Nog een hit, denk ik. Is dat handig? Nog een hit. Doe maar! Ja, oké, hij heeft zijn super weer. Dan ben ik nu snel weg. Wegwezen. Dan hoop ik niet dat hij achter mij aan gaat. Hij gaat wel achter mij aan. Oké, ik heb één gadget. Ik zet mijn gadget nu alvast in. Hoop ik dat ik dan ver genoeg weg kan komen. Oké, was dat mijn redding? Ik heb geen idee of dat mijn redding was. Ik hoop dat hij nu niet meer achter mij aan gaat. Rennen. Oké, Noob Games die zet ook zijn gadget in. Dat betekent dat hij eventjes weer weg is. Oh, dit is wel heel spannend. Ik heb mijn gadget nu gebruikt. Noob Games heeft zijn gadget gebruikt. Dus ik mag geen gadget meer inzetten. Ik denk dat ik afga. Hoe zou ik dit nog kunnen helpen? Ik kan even naar de rest toe rennen. Die rent natuurlijk ook weg voor mij. Oké, ik ben af. Ik zal eventjes mezelf hier laten afgaan. Ja, top. En dan kan JK YouTube inderdaad weer wat hits doen. Oh, dit is wel echt spannend. Bij de zoveel mensen die daar nog zitten, jongen. Oké, JK YouTube heeft nu in ieder geval weer zijn super. Die Phoenix heeft hij nu gekild. Hij zet een nieuwe super neer. Wat natuurlijk op zijn ook wel mag. Maar dat betekent wel dat hij natuurlijk minder snel iedereen te pakken krijgt. Er zijn al echt vet voor over. Misschien is Leon dan nog steeds te snel. Ik denk moet je eigenlijk een knokker hebben zonder gadget. Dat hij niet nog een extra leven heeft. Want dit was in principe nog steeds te makkelijk. Oké, let's go. Dit wordt het laatste potje. Ik ben erg benieuwd hoe dit nu gaat. We zijn nu allemaal Penny in plaats dat we Leon zijn. Dus nu heb je ook geen gadget of iets dergelijks. Nu moet je gewoon puur wegrennen voor de super. En dan moet je pech hebben of mazzel hebben of gewoon heel tactisch spelen. Er is trouwens wel iemand nieuw bijgejoind. Er moest iemand weg. Dus dat betekent wel dat één iemand waarschijnlijk niet helemaal de regels weet. Dus ik ben benieuwd hoe dat gaat. Heeft Phoenix al bijna zijn super? Ja, hij heeft zijn super. Oké, dan moeten we nu weg gaan rennen. Oké, let's go. Ik ga zo ver mogelijk weg. Ik wil niet doodgaan. Ik ben zo benieuwd hoe dit gaat. Komt die super er al aan? Ik heb geen idee waar die super is. Zolang ik in ieder geval hier tussen zit, ben ik nog wel redelijk veilig. Oké, daar gaat al iemand af. Ja, die gaat dood. Ja, die moet zichzelf nu dood laten gaan. Dus dat betekent dat die af is. En dan gaan we hier snel weg. Ik zal even een smiley doen. Hallo. Oh, dit is best wel een vette smiley. Oh, nee. Ik ga hier heel snel weg. Hij gaat achter Jelte aan. Jelte gaat dood. Oké. Dat is niet slim van Jelte. Hij liet zeggen. Ik zal even dat hij super weer kan opladen. Het is niet slim om het gif in te gaan rennen. Want dan is hij super weer weg van Tara. En dat is ook niet handig. Nog even één hit. En dan heeft hij denk ik wel zijn super. Of nog steeds niet. Hij kan op David nog even een hit doen, denk ik. Ja, inderdaad. Oké, dan heeft hij nu zijn super. Dan moeten we wegwezen. Volgens mij was David trouwens nieuw. Die speelt best wel goed mee. Dus dat is wel nice. Oké, ik heb geen idee waar iedereen zit. Oh, hier is iedereen. Iedereen die zit gewoon bovenaf te wachten. Oh, ja. Sowieso dat hij hierheen komt zometeen. Ja. Daar is hij al. Wegwezen. Rennen. Ja, JK YouTube, die gaat dood. Dan is het inderdaad handig om meteen zijn super een beetje op te halen. Oh, dat is dan weer niet handig om... Ah, joh, waarom doet hij dat nou? Oh, en... Oh.
Oké, soms wil een minigame iets minder goed lukken dan normaal. Dit is vandaag zo'n dag. Het idee is wel leuk, maar de uitvoering is helaas iets minder. Maar ja, is die anders? Ik ga nog wel eventjes afwachten wie gaat winnen. Daar ben ik wel benieuwd naar. Oké, Noob Games is ondertussen af. De Super Valtara die gaat nu ook weg. Dit is wel een nadeel van deze minigame. Daardoor is deze minigame toch misschien iets moeilijker. Omdat je de hele tijd die Super Valtara opnieuw moet opladen. En dat is misschien niet het meest praktische. Maar op zich is dit wel een leuk idee. Alleen moet ik dit denk ik dan nog iets meer doorheen ontwikkelen. Want op dit moment zijn er ook weer vet veel mensen over. Met Nita wou het eigenlijk beter aan het begin van de video. Maar dat was dit voor deze video. Iets anders dan normaal. Maar hopelijk hebben jullie alsnog genoten. Zo ja, vergeet natuurlijk allemaal niet dat duimpje omhoog achter te laten. Maar dan heb ik natuurlijk tot slot nog maar één ding te zeggen. En dat is natuurlijk, ik zie jullie later. Als je dit nou een leuke video vond, druk dan even op de video die hier tevoorschijn komt. Het is een soortgelijke video, dus waarschijnlijk vind je die ook wel leuk. En mocht je nog niet zijn geabonneerd, druk dan even hier. Dat is een abonneerknopje. Dan kan je abonneren en dan blijf je op de hoogte van al mijn video's. En word je natuurlijk lid van de Bouws Army. Let's go!